Goedenavond, dames en heren, en welkom weer. Wat ik mij net zag doen, dat is het zaai klaarmaken van maïsland. Ik ben dit jaar niet zo vroeg als andere jaren en het heeft eigenlijk te maken met de droogte. We hebben hier nog niet zo heel veel regen gehad, maar aankomend weekend is het wel wat beloofd. Hoop ik dat voor het aankomend weekend. Dan hoop ik dat voor het aankomend weekend ook de maïs er nog in krijg. Moment hoor, even deze kant op. Dan moet ik even. Nou, hier zit de eind voor en dat is nogal een gat, zeg maar, dus een beetje voorzichtig aan. Maar hoop ik dus dat ik voor het weekend de maïs er nog in krijg. Het is hier trouwens ook nog ontzettend koud. Aankomend weekend is hier 9 tot 11 graden voorspeld. Dus ja, dat is niet zo heel warm. Er staat her en der ook al maïs boven de grond. Die heeft wel code, hoor. Die staat er nog wel vrij geel op. Moet je daar nou gelukkig mee zijn, dat weet ik niet. Ik heb besloten om daar nog even te wachten. Dat geldt ook voor. Voor grasmaaien heb ik ook niet gedaan. Heel veel veehouders geweest die hebben gezegd van nou, ik maai het gras er vast af. Afgelopen maandag is ontzettend veel afgemaaid. Gisteren is er heel veel ingekruld ook. Vind ik daar nou wat van? Ja, vind ik daar nou wat van? Nee, daar vind ik eigenlijk helemaal niks van. Je moet zelf die keuze maken. Ik vond dat er te weinig gras op stond om te maaien. En Ik heb al een paar jaar achter elkaar al halve sneden ingekruld. En halve sneden bedoel ik dat er gewoon te weinig op stond. En als in mijn opruimwagen zowat een hectare gras in past, dan is er iets niet goed. Dus ik heb besloten om te wachten. Ik weet niet of het een goede keuze is. Dat zien we vanzelf. Misschien krijgen we nu al 14 dagen regen dat je helemaal niks kunt. Dan heb je zelf denk van had ik maar eraf gemaakt. Je weet het niet. Dan komt je eet voor weer. Je weet het niet. Ik heb gewoon die keuze zo gemaakt. Ja. Het is wat het is. Het is wat het is. Moment, nog alweer eind voorin. Dit perceel grond, er is al een paar jaar maïs. En het ene jaar ploeg ik af en het andere jaar ploeg ik op. En dat wil zeggen dat het ene jaar, als je opploegt, dat betekent dat het eind voor aan de buitenkant zit. En als je opploegt, dan zit hij aan de. Afploegt, dan zit hij in het plat. En die maak ik niet vlak, maar dan ploeg ik volgend jaar zo weer dicht. Dus dat is. Maar goed, dat is nu wel even lastig. Maar goed, verder heb je er weinig last van. Je ziet mij ook steeds halve banen maken, een hele en een halve. En dan zal ik jullie even hier laten zien. Oh nee, moet eerst even een rondje verder rijden, dan kun je het zien. Moment. Okay, het rondje is weer gemaakt. Wacht even. Licht in de duisternis. Waarom doe ik dat nou? Dat zo'n half baantje maken. Oh, ik heb daar een beetje te breed gereden, zie ik wel links. Twee redenen. De eerste reden is om het contact van de geboekte grond met de ondergrond weer een beetje te herstellen. En de tweede reden is, en dan hoop ik dat je een beetje kunt zien hier in het donker. Daar in die middelste baan, zeg maar bij het linker voorwiel, daar zitten wat kluiten in. En doordat je dan een keer extra eroverheen rijdt, maken die kluitjes ook fijn. En dat betekent, dat heeft een voordeel en een nadeel. Dat heeft een voordeel en een nadeel. Het voordeel is dat het beter water vasthoudt. Maar een kleinere deeltje zou natuurlijk meer water vast dan een grotere deel. Simpel zat. Nadeel is dat het ook weer sneller opdroogt. Dus in de tijd van droogte wil je het eigenlijk helemaal niet zo fijn hebben. Keuzes jongens, keuzes. Het is maar net wat je wil. Nou zat ik laatst naar een video te kijken van John Stevens. Een
een Amerikaan en dan weet ik niet zeker. Sorry John, Minnesota of Michigan, een van de twee. Die heeft een spreuk wat hij van de week zei. Make farming great again. Nou, ik vind dat een ontzettend goede spreuk. En ik hou hem er ook in. Make farming great again. En like, reageren, abonneer voor meer.